willen niet dwars doen of moeilijke mensen muziek maken. De plaat, waar is die opgenomen? Is in, de plaat is in het zuiden van België opgenomen, in Wim. Ja. Een klein dorpje waar een grote studio staat, een grote opnameruimte, en daar hebben we de plaat in 15 dagen opgenomen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Jullie opeengepakt, afgesloten van de buitenwereld? Het is inderdaad wel afgesloten. Het is een grote ruimte, maar je bent echt volledig van elkaar afhankelijk die 2 weken. Dat is een leuk gevoel. Dat was de eerste keer ook dat we dat deden. Ja. De vorige 2 platen hebben we ofwel in Brussel ofwel in Antwerpen opgenomen. Dat is allemaal niet zo ver van waar wij wonen. We wonen in Antwerpen en Brussel is amper een half uurtje rijden. Dus dan ga je altijd naar huis. En dat geeft ook een bepaalde cachet of een bepaalde manier van werken. Maar nu, ik denk dat de aard van de nummers nu anders was. En het aard van het materiaal dat we klaar hadden voor de plaat. Er moest nog wel wat aan gebeuren. En ik weet niet of het had gewerkt als we zo een studio die beide gewerkt. En nu was het echt wel het idee van op bootcamp te gaan en ja, ver weg van alle verlokkingen van thuis en alle gewoontes en gewoon om geconcentreerd met die plaat bezig te kunnen zijn. En waar merk je dat aan, dat je die concentratie dan wel hebt die je normaal gesproken niet hebt? Goh. Ja, dat is een gevoel op zich dat ik niet kan verklaren. Je zit daar gewoon in de studio en je weet, ah ja, en nu moet het gebeuren. En het gebeurt gewoon. En dat is fijn. Ja, ik kan het niet zeggen, maar ik ben wel heel blij dat we dat gedaan hebben. Ja, je hebt niet zoveel momenten dat je er los van over moet piekeren. Of je bent gewoon in de zone. Mm-hmm. Ja. Of zo in het moment. En je doet dat dan met in ons geval was dat met 7, met de producer en de techniek erbij. En iedereen werkt eraan mee en probeert op dezelfde vibe zo snel mogelijk en zo goed mogelijk een toffe plaat op te nemen. En jullie hadden voor 15 dagen daar het huisje? Ja. Er was dus ook een zekere druk om het binnen die tijd dan ook echt gedaan te krijgen? Maar dat is altijd zo met platen opnemen. Hè. Er loopt altijd wel iets mis en dan de laatste 5 dagen, oei, wat moeten we nog allemaal doen? Ah ja, dat gaat niet in 5 dagen, maar uiteindelijk lukt het allemaal wel. Ja. Dat is leuk, maar je kunt dat zo voorspellen, dat is helemaal geen verrassing meer. En je zei net al dat er moest nog wel wat een en ander gebeuren. De nummers stonden dus al wel, dus ze stonden al overeind, zou ik maar zeggen. Moest nog aangekleed worden. Ja, en ook niet zoveel meer, want wij denken altijd als wij de studio ingaan, we staan nog nergens, we hebben geen nummers genoeg. De arrangementen zijn niet klaar, de tekst is niet klaar, maar dan, eens dat je in die studio bent, dan komt ofwel die probleempjes. Maar Piet Luttig heet het te zijn en ik had het allemaal vanzelf en blijkt dat ik tekst te veel heb en dat er stemmen en melodieën te veel zijn en dus dat loopt dan altijd wel vlot. En welke rol heeft jullie producer gespeeld in die 2 weken? Was hij er alle tijd bij met jullie mee op schoolreisje, zou ik maar zeggen? Ja, sowieso van 's morgens tot 's avonds. We begonnen om 11 uur. En om 4 uur stopten we, s'nachts. Dus die was er altijd bij. En dan bleef hij nog eens wakker tot 7 uur zeker, ik weet het niet goed. Ja, die was er altijd, die heeft de knopen doorgehakt. Als we zelf al bijvoorbeeld 2 jaar over een nummer niet echt de juiste volgorde wisten, van structuur, refrein of strofes, dan zei hij, ah ja, doe het zo. En dan was het zo. En hoe is dat vertrouwen ontstaan? Want je moet iemand wel behoorlijk kunnen vertrouwen. Ja, maar dan moet je tegen jezelf zeggen van ik ga dit doen en die man gaat dat met ons doen en dat is zijn visie, dus die heeft gelijk en wat hij zegt ga ik volgen. En dan soms op de tanden bijten en soms zeggen van oei, volgende keer ga ik het zo niet meer doen. Maar ik ben heel blij dat het wel zo gelukt is, dat wel iemand de touwtjes in handen heeft genomen en ja, ons een beetje heeft op weg gezet met die nummers. En kan je een voorbeeld noemen van een nummer waar hij een knoop heeft doorgehakt wat anders niet gebeurd was? Of op de plaat was gekomen? Finders Keepers was een soort jazz, prog rock, metal riff. En dat is nu een popnummer geworden. Gewoon omdat hij het niet verstond. Hij begreep de maatsoort niet. Hij begreep niet waar de bas naartoe was met de gitaar. Hij begreep de zanglijn niet. En dan hebben we gezegd, ja, als we het zo doen, is het dan goed? Hij zei, ah ja. Dat begrijp ik wel en we zijn er heel tevreden over. Tuurlijk, het is altijd een dialoog met zo'n producer, maar hij bleef het, noem je dat, het opperste klankbord. Ja. Als het echt puntje bij paaltje kwam, dan draaiden wij allemaal ons gezicht naar hem en hij zei ja of nee en dat was het dan.